Onze hoofdsponsor Soudal en GMI Groep zijn bijzonder fier om te presenteren de voetbalwedstrijd Koninklijke Voetbalclub Westerlo Royal Hossendoer Borinage. Beste voetbalvrienden, bijzonder hartelijk welkom hier vanavond op een vrijdagavond in het dorpje in Westerlo. Bijzonder hartelijk welkom aan onze eigen supporters uiteraard. Wij hopen van ganser harte dat zij de ploeg zoals getrouw zullen steunen vanavond in voor Westerlo. Wederom een belangrijke wedstrijd.
13, dat is toch goed, 13 fases geteld in de 16 meter van de tegenstander, waarbij als de laatste pas goed is, dat het een goal is. 13 keer. Ik geloof Mackie 7 keer, Ruiz 3 keer, Trossard 2 keer, Leconte, Molenbergs. 13 keer, dat is eigenlijk voor te lachen. Want je scoort dan eigenlijk door een fout van een van de verdedigers en door een penalty. Dus dat is onvoorstelbaar. Dus ik was daar absoluut niet content mee. Met de manier waarop wij de eerste helft met de kansen zijn omgegaan. Want voor hetzelfde geld wordt het 1-1 op de penalty. Balverlies van McDonald. Komt een vrijschop uit. Daar komt een corner uit. En daar komt een penalty uit. En dan is het misschien 1-1. En dan krijgt Boussedoer nog één of twee kansjes. Bal op de lat. En dan is die wedstrijd normaal gesproken gespeeld moeten zijn. Maar die is het niet. En dan hebben wij de tweede helft toch een klein beetje meer gegroepeerd willen spelen. Want we spelen gewoon eigenlijk met 5 echte aanvallers die bij balverlies ook heel weinig terugdeden. En we hebben het proberen een beetje te gegroeperen. Want als die goal zou vallen, dan weet ik wel wat er gaat gebeuren. Dan gaat iedereen weer met angst en beven gaan spelen. Dan krijgen we heel snel in de tweede helft ook een open kans voor Trossard alleen voor de keeper. Ik geloof dat hij van de tweede helft 4 of 5 keer alleen voor de keeper is geweest. Ja, zo kun je niet met je kans omgaan. Dat is het lijkt wel zaterdagmiddag parkvoetbal, cafévoetbal. Dat is, we spelen voor de punten, we spelen voor het geld, we spelen voor het promoveren. Ja, dan mag je niet zo laks omgaan met de kansen. De 3 punten zijn wel binnen, maar trainer Van Wijk zei dat er toch wel 13 gemiste kansen waren vandaag. Hoe verklaar je dat, denk je? Ja, maar ik denk dat we nog niet genoeg efficiënt zijn voor doel. Maar het positieve is toch dat je 13 kansen creëert. We werken er hard aan op training van die doelpunten wel te scoren. En ik ben er zeker van dat dat in de komende weken wel gaat lukken. We hebben veel te veel kansen nodig om die goaltjes te prikken. Vandaag heb ik ook 2 keer de kans gehad. En eerste fase moet een beetje op goal zijn. En die tweede misschien nog een beetje hier zo alleen voor de keeper. Ik denk dat ik een beetje word neergetrokken. Maar eigenlijk moet je in principe ook wel binnen zitten. En, maar het had vandaag meer dan 3-0 kunnen zijn. Bij de rust kon het al 5-0 zijn en komen eigenlijk nog goed weg bij die penalty. Of konden ze ook nog een keer scoren, goede kans. Maar ik denk al bij al dat wij toch tevreden mogen zijn vandaag. En allemaal samen! En allemaal samen! En allemaal samen! En allemaal samen! Ja, de bal ging er niet in. De laatste pas was af en toe te slordig. We waren wel met veel mensen in de 16. Dus als we die laatste pas goed deden, dan hadden we de eerste helft eigenlijk, was de wedstrijd al gespeeld. Dat is nu niet het geval. Terecht hebben we dat er toch op gehamerd wordt. Nu pakt het in ons voordeel uit. We winnen 3-0, dus we maken kansen. Maar voor hetzelfde geld blijft het 0-0. Of we krijgen nog een doelpunt tegen. Dan is het wel erg zuur als die kansen niet erin gaan. Dus dat was wel een minpuntje voor vandaag. Ja. Ja, winst was hier nu wel heel belangrijk om bij in de kop te staan van het klassement. Dus je hebt dat meer vertrouwen nu dat jullie winst gehaald hebben? Ja, zeker. Nu blijven we meedoen. We hebben 18 op 24. Dus we staan bovenaan het klassement, wat onze bedoeling is. En we blijven duwen tegen die koppositie. Ja. Vandaag was het belangrijk dat we die 3 punten hier houden. En voor zeker die kloof niet groter te maken. Maar ik denk dat we vandaag dat we als ploeg gewerkt hebben. En dat we wel die puntjes verdienen om hier te houden. Volgende week is de bekermatch tegen Bergen. Wat verwacht je daarvan? We spelen hier thuis, dus dat is wel een leuk voordeel. We weten, het is eerste klas, is anders. Dus, maar ik zeg altijd, zeg nooit nooit in het voetbal. Dus wie weet, misschien kunnen we winnen, zo is het beter. Dus, maar we gaan er absoluut 200% voor. Ja, dat is een bekercompetitie, dat is weer een heel andere competitie. Dat kan alle kanten uit, maar we spelen thuis, dus we zijn niet kansloos. En het blijft een eerste klasser. Ik denk dat veel jongens zich kunnen tonen. Maar ik denk toch wel dat we kansen hebben voor het door te gaan. Ja.